Ik ben juf Karen en samen met juffrouw Marieke, de directeur van basisschool Zeelshof, bied ik de dienst aan pannenkoekenbakken. Nou, ik ben juf Marleen en mijn aanbieding is een ontbijtje op bed. En ik verwacht toch eigenlijk wel dat het dat minstens toch wel 15 euro op zou leveren. Ik ben juf Gerry van der Aals, groep 1, 2 C heb ik, de kleutergroep dus. En ik kom voorlezen s'avonds bij iemand. En als ze het heel erg leuk vinden, blijf ik ook eten. Juf Inge, loopt het een beetje? Want we zijn nu midden in het bieden. Nou, de mensen zijn heel erg enthousiast en we zijn heel erg blij al met de dingen die verkocht zijn. En het gaat hartstikke goed. Wat is boven verwachting goed gegaan? Nou, die privé paardrijles van juf Marielle, nou dat... Dat gaat echt heel goed. En het schilderij is goed verkocht. Nou, de barbecue van de slagerij Antonis, die heeft heel veel opgebracht. Maar vooral, de mensen zijn heel erg enthousiast over de diensten die de juffen en meesters aanbieden. En het is echt heel leuk om te zien hoe dat gaat. Ik ben Margaret Willems, mama van Verena Willems. Ik heb een dienst beschikbaar gesteld. En dat was een armband van Biba. En die is zojuist geveild voor 50 euro. Ik heb een schilderij gekocht van Marsman, een Veldhovense schilder. Ik heb ingeschreven met nog een paar dames voor een informatie over de hardloopkliniek. Dus wij willen gaan hardlopen en nou, hier is een leuke vader en die organiseert een leuke avond voor een aantal dames. Dus, ja, het is allemaal voor het goede doel om hier een leuk speelplein te maken voor de kinderen. Want wat is er nodig? Nou, we hebben eigenlijk van alles nodig, tot mooie klimrekken, tot een mooie tafeltennistafel. En we hebben 25.000 euro nodig. En we hebben nu 19.000 euro, dus als deze avond 5.000 of 6.000 euro opbrengt, dan zijn we heel tevreden. Dan hebben we volgend jaar een nieuw speelplein. Want het speelplein, dat is op dit moment helemaal niks? Nou ja, we hebben nu alleen stenen en een nieuwe riolering. En een paar bomen beloofd door de gemeente die geplaatst gaan worden. En voor de rest hebben we geen budget. Ik ben Ria Wetgens en ik ben de moeder van Elias de Beer uit groepje 3. En ik bied aan een workshop stoppen met piekeren voor maximaal 20 personen. Er kan ook op u geboden worden? Ja, we hebben twee diensten. Je kan met mij bieden op de hardloopkliniek met een vader van school en die door mij en hem gegeven gaat worden. Maar dat gaat ook al goed, zag ik. En er kunnen een aantal kinderen met mij een hele leuke dag naar Camping De Paal voor veel speelplezier. Nou, ik ben Carlo en ik wil bieden op het tennissen tegen mijn juffrouw. Ja, is gewoon grappig. 10, 15 euro. Ik ben Fleur de Leeuw en ik heb op een schilderij geboden. Alleen helaas heeft mijn vriendin eroverheen geboden. Die had 10 euro geboden. En toen heb ik 10,95 geboden. Alleen zij heeft weer 12,50 geboden.